Hallo iedereen. Hi hi. Goed, we zijn aangekomen in Warschau, de hoofdstad van Polen. We zijn ingecheckt in ons hotel en dit is ons uitzicht. Ja, ik weet het. Dit is ons uitzicht. Aan de andere kant hier links zijn dus ook nog gebouwen en daar is het centrum. Maar dat zal vanmorgen zijn, want het is nu, hoe laat is het? Laat. Laat, ja. Het is echt al zo half zes, kwart voor zes. Ja, ik denk ik al half zes uur. En morgen gaan we dus de stad verkennen. En we zijn hier hoe lang? Twee, drie dagen. Hetzelfde als Berlijn. Ja, hetzelfde als Berlijn. Dus nu hier overnachten en dan nog twee dagen ter plaatse. En dan gaan we naar Krakau. Dat is de volgende stop. Dat is ook in Polen en daar zijn we vijf dagen. Ja. En daar gaan we ook wel coole dingen doen. Dat ga ik nog niet zeggen. We gaan zien. We gaan zien. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Dus we zitten vandaag in Warschau in Polen en Donald Trump is gisteren een nachtavond aangekomen en we kunnen geen openbaar vervoer nemen, we kunnen gewoon niks nemen. Dus moeten we helemaal te voet naar het stadscentrum, dus dat wordt een stukje stappen, hè.
Alright, deze is onze laatste dag in Warschau, de hoofdstad van Polen. En morgen gaan we naar Krakau, ja, dus nog dat niet. Dat is ook in Polen, hè? Ja, dat is ook in Polen. Dat is een 4-5 uurtjes van hier met de auto. Dus 4 uur en 8 minuten. Oké, okay, 4 uur en 8 minuten. Ja. Dan gaan we dus morgen naartoe. Daar blijven we 5 dagen. Vijf? Ja. Waarvan we dus 2 uitstappen gaan doen. Eentje naar Birkenau-Auschwitz. Het concentratiekamp, het vernietigingskamp in Polen. En die Zoutmijn. Waar dat er ook een kapel in is gebouwd, of een kerk. Uit Zout, uiteraard. En daarna gaan we dus inderdaad naar Praag. Maar dat zijn we nog niet. Dus nog lang niet. Laatste avond in Warschau, zeker een aanrader. Warschau is een hele mooie stad. Heeft een nieuw stadsgedeelte, een oude stadsgedeelte. Dat is wel onder elkaar, hè? Ja, dus alles... al die gebouwen door elkaar, dus dat is wel speciaal. Het was echt wel chill om te doen. Vrij goede koop, Polen. Ja. Dat is in Poolse zlotties. Dus dat is ook wel heel positief. Je kunt hier veel winkelen en eten en drinken voor weinig geld eigenlijk. Ja. Nu, gisteren was het een beetje chaos om te filmen ook, omdat Trump was geland en de G20, dat is zo de 20 belangrijkste landen. En dan was die wel een dikke chaos. Ja. Dus we moesten helemaal rondwandelen. Ja, moesten trap op, trap af en we mochten gewoon niet oversteken. En dan moesten wij veel wandelen. Ja, veel omwandelen. En weinig gezien is verder. Maar je kon gewoon niet overal door, allemaal politie en legermensen. En die zijn natuurlijk niet zo gemakkelijk om alles mooi te fotograferen en te filmen. Oké, iedereen, ik heb nog 1 ding te zeggen. Blijf zeker ons supporten, onze video's liken, onze video's delen. Abonneren op ons kanaal. En blijf zeker exploren, blijf jezelf. Ontdek de wereld, er is zoveel te zien in de wereld, dat doen wij nu ook. Het is belangrijk om al die dingen te exploren en zo. En dat is echt fantastisch om te doen. Dus alle explorers die hier naar kijken, blijf exploren en blijf gewoon jezelf en blijf deze doen. Wij doen deze ook. We hebben niet altijd veel views, of eigenlijk nooit bijna veel views of veel kijkers. Maar de mensen die het dan zien, appreciëren dat wel. En ook mensen die wij niet kennen, appreciëren dat en geven goede comments. En dat is altijd tof. Er zijn altijd haters die dat belachelijk vinden en dom vinden. Zolang dat jij dat zelf graag doet, is dat. Dat is het allerbelangrijkste. So, blijf exploren. Peace out.